De gasten bij La Première dat vanmiddag van de vijfde klasse kampioen werd. Roy Bouwkje, bij de trainer. Het moet jou een fantastisch gevoel geven. Dat is het altijd, Henry, dat weet je wel. Hè. We zijn natuurlijk bij PA ook al een paar keer kampioen geworden. Bij Sportlus, maar zo'n titel wint natuurlijk nooit. Maar ook als je ziet hoe we hem dit jaar veroverd hebben met elkaar, ja, dat is gewoon fantastisch. We zijn 18 wedstrijden ongeslagen. We hebben eigenlijk maar 2 keer verloren dit jaar. Waarvan 1 keer in de beker en 1 keer de tweede wedstrijd. Ja, dan ben je gewoon de dikverdiende kampioen. Henry Tiesling, teruggekeerd op het oude nest. Niet lang geleden. Bevalt dat? Ja, bevalt hem zeker. Ik had niet verwacht op mijn leeftijd dat ik nog weer terug zal komen hier als leider. Maar ja, bevalt me prima. Een kampioenschap is jou natuurlijk niet vreemd, want dat heb je bij DVO al een paar keer beleefd. Ja, dat klopt inderdaad. En dit is mijn 4e titel. 1 keer met een periode en 3 gewone kampioenschappen. En ja, ik vind het gewoon geweldig. Ligt dat nou aan het feit dat jij zo'n goede leider bent? Nee, dat denk ik niet. We doen het als team zijn, zoals we hier staan, met z'n 4en. Eigenlijk met z'n 5en, maar je hebt Jan Hufter ook nog. En Harry Vrede. Ja, en Harry niet. En Harry Buhl niet te vergeten natuurlijk. Nee, we hebben het gezamenlijk gedaan met de spelers. We hebben een fantastisch seizoen gehad. Vanaf dag 1 een fantastische opkomst. Super voor elkaar, goed geregeld. Ja, en als je dan ook ziet wat voor staffers ik heb. En dat is niet om te slijmen nou. We hebben gewoon een topstaf. We hebben een fantastische verzorger. We hebben een fantastische fysio. We hebben topleiders. We hebben goede grensrechter. Ja, en de club heeft ook overal aan meegewerkt. En laat het niet vergeten, ik zeg het ook al hetzelfde wat Peter Bos zei. We kunnen alles neerzetten en alles uitstippelen. Maar de jongens moeten wel doen en de complimenten naar de jongens. Het was niet altijd helemaal leuk voor de jongens. Ze hebben me regelmatig vervloekt. Maar je ziet ook wel, ze zijn topfit. En ja, als je ook gewoon 18 wedstrijden ongeslagen bent, dan ben je dik en dik en dik verdiende kampioen. Goed jongens, nogmaals van harte gefeliciteerd. Er komt iemand aan, jongens, pas op hoor. Er komt iemand aan. Ja! Nieuws, ik heb ook vaak een setje met kleding bij mijn vrouw in de auto gelegd. Dus dan kan ik me in ieder geval straks in omkleden, want dat gebeurt al. En dat mag ook, dat is ook. Ik heb altijd gezegd, 3 keer ben ik de baas in de week. Vandaag steek je met mijn hele dag te gek aan. Dat mag. Hey, 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 hey.